Nog meer opmerkelijke dingen, Ton. Je naam werd genoemd van de week op tv. Voetbal International. Ja, ik heb dat... Het ging over Mustafa El-Kabir. Ja, die had bij mij bij DCG, bij FCNA, gespeeld. En, ik had wat informatie gegeven en dan denk je, nou... Je verwacht jouw naam niet op de tv en zeker niet in de hoedanigheid wat er gezegd werd. Zullen we even gewoon kijken? Ja, mag. De naam van Ten Hooijers werd genoemd in de afgelopen maandag was het, ja, in Voetbal International. Ja, Ten Hooijers, die ken je natuurlijk wel. Die had zo'n elftal bij... Waar ken ik die dan? Die is alleen op AT5. Niemand kent die. Noord-Holland. Ja, maar er zijn wel eens avonden dat ik niet naar Noord-Holland kijk. Maakt niet uit. Ze hadden zo'n elftal daar. Zo'n oudere man met van dat ordinaire lange piekhaar. Ja. Tja, Ton. Dat zal maar over je gezicht worden, hè? Ja, ik heb die man die spoort niet. Oh. Al jaren niet meer. Dat geeft niet. Hij mag zeggen wat hij wil. Hij roept wat hij wil. Maar... Als je het over ordinair hebt, ik heb een foto van hem, even een recente foto van hem. Kunnen jullie hem even laten zien? Ja, daar is hij. Nou, als ik deze foto van jou zie, is een recente foto, hè? Ja. Werd even stiekem genomen. Dan moet ik altijd het nummer van Herman Brood drinken, Rock'n'Roll Junkie. En dit is toch verschrikkelijk. Je bedoelt dat het erger is dan wat hij zegt over jouw kapsel? Ja, natuurlijk. Dat kan me eigenlijk niet. Maar ik moest toch even terugstaan. Als je denkt, zo'n foto. Dan denk je, die man heeft toch 3 weken in de koentel liggen pitten. Maar dat kan ook niet, want hij weet niet waar Noord-Holland ligt. Zo denigrerend, dat omroepje van Noord-Holland. Maar ja, niemand durft wat tegen hem te doen, tegen Johan. Niemand doet wat. En hij blijft maar mensen irriteren en beledigen. Je wilt dat hij een beetje uit de Ivoren Toren... Ja, hij is nooit mijn wedstrijd. En hij oordeelt over alles, maar ik zal hem toch een tipje geven, Johan. Blijf kijken naar Noord-Holland Sports. Dan weet je zeker dat je die informatie uit de eerste hand heeft. En gebruik nooit meer het programma in jouw programma Ordinair. Want je bent de meest ordinaire en wieze man die ik me kan bedenken op de televisie. Ton, ik moet hard zijn, ik moet eerlijk zijn. Hij heeft ook altijd een mening. Die wijzigt hij altijd eventjes, als hem uitkomt. Maar dit is zo'n vieze man. Maar moet hij nu blijven kijken? Want we hebben straks nog nieuws over de commissaris, hè, geloof ik. Mag hij ook. En één ding nog, als hij een mening heeft. Iedereen had een mening over Schering, gaat toch of niet? Behalve hij. En weet je waarom? Hij adverteert in zijn blad. En dan heb je opeens geen mening meer. Eigenbelang. Johan, het gaat je goed. Succes met je programma. En één ding nog. Het is te hopen dat Van der Gijp gauw terugkomt. Want er is niet meer om erheen te komen. Nee, het programma. Nee. Oh, het is vreselijk. Je hebt je punt gemaakt. Dank je wel. Succes, Johan. Weet je wat we gaan doen? We gaan kijken naar voetballen uit de topklasse.